Ze zitten stralend bij tussen haar familie in het zorgcentrum. Hoe oud bent u geworden? 108. Nee. Oh, 109. Je zou de tel kwijtraken, ja, hè? Ik kan het allemaal niet meer onthouden. Nee. En ook de herinneringen beginnen te vervagen, zoals aan de Eerste Wereldoorlog. Dat zijn dingen die vergeet je, die laat je achter je. Ja. De Tweede Wereldoorlog staat iets beter in het geheugen gegrift. We hebben een hele hoop meegemaakt. En toen woonden we op het schip. Met uw man? Met de oorlog, ja. En de kinderen. 7 kinderen die er bijna allemaal zijn en verhalen over de pittige dingen die de jarige heeft meegemaakt. Haar moeder is bij een bombardement in Wollefezen omgekomen. Ja, net het laatste in 1944, 17 september 1944. Dat moet heel heftig geweest zijn voor haar. Dat was ook heel heftig, maar mijn moeder en vader. Dus die gingen er niet zo makkelijk naartoe. Maar vandaag is het feest. Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Dank je wel. En met een hele bijzondere verjaardag. Ja. Want ik heb het nog nooit meegemaakt dat ik bij iemand op bezoek mocht gaan die zo'n prachtige leeftijd heeft bereikt. Ja, is het ook. En hoe is het dan om zo oud te zijn? Ja, daar kom je vanzelf. Nou, dat weet ik niet hoor, te gaan halen. Dat merk je niet zo. Dat gaat automatisch door. Ja. Ja, merkt u niet dat u veel wijzer bent dan al die andere typetjes hier? Ja, maar ik was altijd nog wel wijs.